meter, 30 meter. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. Het is een enorme strijd om de leiding. Aan de buitenzijde Velten Roncalli, het snelste in het front gekomen. En die neemt de leiding met op de tweede plaats Guvo Greenwood. Op afstand nu van een anderhalve lengte is het in derde positie Heine Attack. En daarachter komt aan de buitenzijde Helena, die opereert in het tweede spoor, is aan de opmars bezig. En in diens kielzog komt Ivo Baldwin mee en die kiest daarvoor het buitenste spoor. Verder weg in het veld I'm Zandbergen, twee lengte erachter Kia Ora, die rustig op gang is gekomen. En de rij wordt gesloten door Lux Hill Perron. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. In drie sporen komen de paarden de rechte lijn in, maar er zal zo dadelijk toch wel iets teruggenomen worden. Of er wordt geattaqueerd, een van de twee. Het is aan de binnenkant Velten Roncalli die nog altijd leidt. En ik heb niet de indruk dat ze op dit moment eraan voorbij proberen te gaan. Nee, Velten Roncalli is de leider. Op de tweede plaats Helena, maar daar komt wel Rob van Toor. En die gaat het wel proberen. Die gaat proberen de koppositie over te nemen. Maar Jonge Jans vangt hem op. We gaan de laatste ronde opzoeken met Velten Roncalli die nu weer een lengtevoorsprong heeft genomen. A.M. Zandbergen schikt zich in tweede positie. Derde plaats is voor Helena. Vierde is aan de buitenzijde Ivo Baldwin. Aan de binnenkant ligt dan Guvo Greenwood. Daarachter is het dan Heine Attack. Die wordt gevolgd door Kia Oroa, Lux Hill Perron is Tail en Charlie. De paarden komen de bocht door en gaan op weg naar de 1000 meter paal. Zijn aan de overzijde van de baan. Met nog altijd Velten Roncalli die de maat slaat. Heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Helena. Daarachter volgt in derde positie dan I.M. Zandbergen. Vierde plaats Ivo Baldwin. Daarachter is het Guvo Greenwood. Die opereert aan de binnenzijde van Heine Attack. En daar komt aan de buitenzijde nu Kia Oroa naar voren. Langeweg junior vindt het nu hoog tijd worden om zich met de zaken in het front te gaan bemoeien. En dat gaat ook gebeuren. Velten Roncalli leidt nog altijd, maar op de tweede plaats is thans uitgekomen Kia Ora. Daarachter I'm Zandbergen met de voordelige reelingpositie. In de tweede spoor zien we dan op dit moment Helena. Daarachter volgt Ivo Baldwin. Dat zijn op dit ogenblik de best geplaatste paarden. Maar Velten Roncalli geeft vooralsnog geen krimp op het front. Velten Roncalli leidt nog altijd en brengt ze de laatste rechte lijn in. Met 400 meter te gaan nog in de hinde buiten zorgprijs. Kia Ora wordt opnieuw in de tweede spoor tot uitgeschakeld 7-7 galop. Paden voor Helena leidt tot uitschakeling. Aan de buitenzijde komt nu Ivo Baldwin naar voren. Kia Ora neemt over. Velten Roncalli moet capituleren. Maar Kia Ora wordt onmiddellijk gepasseerd door Ivo Baldwin. En daar komt ook nog Heine Attack nu naar voren. Ivo Baldwin leidt met een lengtevoorsprong. Met een anderhalve lengtevoorsprong. En Ivo Baldwin en Rick Wester sluiten winnend af. Op de tweede plaats Heine Attack. En verdienstelijk op de derde plaats Guvo Greenwood.